tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Dat je naar je kamer bent. Kom, kom, kom. Rustig. Pap, waar ben je? Pap! Weer in orde? Ja, nu wel, ja. Die aanvallen komen steeds onverwachter. Vroeger zag ik ze tenminste nog aankomen. Ik vind het zo erg. Heeft ze zich verwond? Ja, maar een klein schaafwondje. Ik ben bang dat ze nooit meer beter wordt. Het wordt maar erger en erger. En zij is degene die het meest onder lijdt. Arme Colette. Ja, aan medelijden hebben we nu niet zoveel. Je mag blij zijn dat ze de voerder niet heeft gehaald. Zo oneerlijk altijd maar binnen zit. Het is toch geen leven? Je weet heel goed dat het op dit moment de enige oplossing is. Of we er een inrichting hebben, is dat wat je wil? Als ze daar een keer in zit, komt ze er nooit meer uit. Dan zit ze pas opgesloten. Ruim de boel maar gauw op, voordat er iemand langskomt. Daar zou je de hebben. Nu is het echt afgelopen. Dat mens is nog onbetrouwbaarder dan ik dacht. Frits, ga nu eerst eens even rustig zitten. Ik ben zo weer weg. Ik wil even laten weten dat jullie nu zeker op een fikse schadeclaim kunnen rekenen. Frits, we doen echt ons uiterste best om haar te vinden. Dan zoek je niet goed genoeg, want ze loopt overal in en uit. Behalve op de plek waar ze moet wezen. Oh ja? Waar is ze dan? Dat weet ik niet, maar ze was in mijn kantoor. Wat? Wanneer? Heb je er gesproken? Nee, ik was elders. Toen ik kwam was ze alweer verdwenen. Met mijn geld. Met jouw geld? Kwam ze bij jou op kantoor voor geld? Weet ik veel. Mijn secretaresse was zo stom om haar alleen te laten. Maar dat doet het niet toe. Ik trek je opdracht in en jullie mogen de studiokosten voor je rekening nemen. En als we vandaag nog weten te vinden, je zegt zelf dat ze in de buurt is. Dan nog dien ik een schadeclaim in. Of hebben jullie liever dat ik meteen naar de politie ga? Slechte reclame voor een beginnend bedrijfje. Stuur de rekening wel. Ik begrijp hier helemaal niks van. Wat moet Sandra nou bij Frits? Wat is er nou met haar aan de hand? Waarom belt ze niet? Gaat het een beetje? Het gaat wel. Maar hoe is het met Jan? Naar omstandigheden redelijk. Nee, die houdt zich goed. Ik was zo blij dat ik vanochtend eventjes kon zien. Hé, ik wilde je laten weten dat ik alles zal proberen om je zo snel mogelijk uit te krijgen. Jan, vertel me het me. Het is natuurlijk belachelijk dat jij hier zit. Laten ze liever proberen dat Schoorum zo snel mogelijk op te pakken. Toch bespottelijk dat hij wel vrij rondloopt. Ja, maar ik ga ook niet helemaal vrij uit. Tenslotte heb ik op ze ingeslagen met een honkbalknuppel. Ja, ik was gewoon buiten mezelf. Ja, logisch. Zou ik ook gedaan hebben. Luister. Ik heb met een advocaat gesproken. Die zegt dat dit als noodweer kan worden opgevat.
Maak je nou maar geen zorgen. Wij halen je er wel uit. Ik vind het echt ongelooflijk dat u zo uw best voor mij doet. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Nou, ik mag jullie vriendschap misschien niet altijd even hard hebben aangemoedigd. Maar iemand die op zo'n manier voor mijn dochter opkomt, daarvan weet ik dat het serieus is. En dat is het zeker. Maar ze hadden van haar af moeten blijven. En daar wil ik wel voor zitten. Goed. Ik zal alles in het werk stellen om je hier zo snel mogelijk uit te krijgen. Hé, je kunt op me rekenen. Hi. Hey, hi. We hebben gehoord wat er gebeurd is. Gaat het een beetje met je? Ja. Er is niet echt iets gebeurd, hoor. Als je begrijpt wat ik bedoel. En Arthur? Die zit nog steeds vast. Het is toch niet te geloven? Ze pakken altijd de verkeerde. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Die Aranders lopen gewoon nog steeds rond, terwijl Arthur in de cel zit. Het is toch de omgekeerde wereld? Ja. Als ik had geweten wat hij ging doen, was ik met hem meegegaan. Ja, ik ook. Ja, ik heb hem nog voorgesteld om met een paar jongens te langs te gaan, maar daar wilde hij niets van weten. Ja, en het stomme is dat ik nu pas begrijp waarom. Hij was al die tijd bang dat mij iets zou overkomen. Nou, dat heeft haar niet erg geholpen. Het is toch gebeurd. Ja, maar als ik niet kwaad bij hem weg was gegaan, was het misschien niet eens gebeurd. En ik weet zeker, als ik met Arthur was, dan durfden ze mij echt niet aan te raken. En wat ga je nu doen? Ja, wachten. Meer kan ik toch niet doen. Wachten? En die klootzakken lopen nog steeds vrij rond? Ja, zover ik weet wel. Maar beloof me, ga alsjeblieft niks zelf ondernemen. Ja, het is al erg genoeg dat Arthur in de gevangenis zit. Nee, we kunnen toch voorzichtig rondvragen? Nee, Mark, ik wil het niet hebben. Ik wil niet dat nog meer mensen zich ermee gaan bemoeien. Het enige wat ik wil is dat Arthur vrijkomt. Dat we gewoon verder kunnen leven. Nou, we hebben ons ook op één model laten vastpinnen. Op deze manier zijn wij volledig aansprakelijk als ze het laten afweten. Ja, ik had die clausule in het contract nooit moeten accepteren. Stom van me. Nou, het is niet alleen jouw schuld. Ik wist eigenlijk ook al meteen dat Sander onberekenbaar was. Onberekenbaar. Dat is nogal zacht uitgedrukt. Sandra is verslaafd, Suzanne, niet zo'n beetje ook. Wat? Waaraan? Slaapmiddelen, pep, cocaïne, noem maar op. Hoe lang weet je dat al? Nog niet zo lang. Ik heb hier op kantoor zo'n buisje gevonden waar je cocaïne mee snuift. Bleek van haar te zijn. En waarom heb je me niks verteld? Zei dat ze me af en toe gebruikte, dat niks voorstelde. En ik wilde jou niet ongerust maken. Ongerust maken? We zijn partners. Hoe kan je zoiets nou voor mij verborgen houden? Ze smeekte me om het je niet te vertellen. Zij wil je niet teleurstellen. Ja, dat ben ik nu toch al. En haar neem je wel in vertrouwen en mij niet? Het spijt me. Ik had je eerder moeten waarschuwen. Maar ze klonk zo overtuigend. Ze bezwoer me dat ze dat contract niet wilde verknoeien. Daniel, je gaat me toch niet vertellen dat je verliefd op haar geworden bent? Jezus, Daniel, hoe kan je dat nou doen? We proberen hier een serieus bedrijf te starten. En jij valt op het eerste de beste fotomodel. Er is niks gebeurd. Echt niet. Het spijt me dat ik me zo heb laten inpakken. Spijt? We raken een grote opdracht kwijt, we krijgen er een schadeclaim voor terug. En meneer heeft spijt. Had je dat niet eerder kunnen bedenken? Suzanne, wees nou eventjes redelijk, hè. Niemand heeft er iets aan als wij ook nog ruzie krijgen. Ik ga naar huis. Bel maar als je verslaafde vriendinnetje boven water komt. Suzanne, toe nou! Hoe ging het? Nou, wel goed, geloof ik. Die rechercheur met wie ik gesproken heb zegt dat er een grote kans is dat Arthur vandaag vrijkomt. Dat zou mooi zijn. Weet hij het al? Nee, ik wil er geen valse hoop geven. Wil je ook wat drinken? Nee, dank je. Anne is vanmiddag nog op bezoek geweest. Oh, wat wilde die? Dat wilde ze niet zeggen, ze zou je nog wel bellen. Nou, dat hoor ik dan nog wel. Is er iets tussen jou en Anne? Iets dat meer is dan vriendschap? Niet meer. Het leek er even op. Maar heel even maar. En sinds jij terug bent, is het voorbij. En ik heb ook geen verhouding met haar gehad, als je dat soms dacht. Was je verliefd op haar? Ja, ik was verliefd.
Maar het duurde niet lang. En nu weet ik weer wat het is om echt verliefd te zijn. Echt? Ah, meneer Harmsen. Zijn de slaappillen nu al op? Nee. Maar ze werken niet. Volgens mij zijn ze niet sterk genoeg. Ik ben bang dat ik u geen sterkere kan voorschrijven. Maar ik denk dat ik overspannen ben. Door wat me gebeurd is de laatste tijd. Mijn hele leven ligt overhoop. Meneer Harmsen, niet overdrijven. Ik heb begrepen dat vooral Diane en Arthur de dupe zijn. Ja, maar ik toch ook. Het is een bijzonder traumatische ervaring om in je eigen keuken met de dood te worden bedreigd. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat u geschrokken bent. Maar het staat niet in verhouding wat hen is gebeurd. Ja, maar zij zijn jonger dan ik. Zij kunnen dat beter verwerken. Ik slaap niet meer en daar word ik erg depressief van. Volgens mij leidt u aan te veel zelfmedelijden. Als u nou eens wat minder aan uzelf denkt, dan gaan die klachten vanzelf over. Hoe betaal ik u daarvoor? Ik wil behoorlijke medicijnen. Ik kan u niet iets anders voorschrijven als die andere pillen niet op zijn. En meneer Harmsen, bovendien kunt u daar verslaafd aan raken. Ik had het kunnen weten, hoor. Doktoren zijn er alleen maar om je geld uit je zak te kloppen. Maar een mens helpen die in nood is, ho maar. Dokter Dekker. Goh. Heb je Arthur daarna nog gezien? Ja, gelukkig wel. Ja, in zo'n deprimerend kamertje van het politiebureau. Maar dat kon me niks schelen. En dat Schoorum? Dat hebben ze nog steeds niet te pakken, denk ik. Dat is toch belachelijk, hè? Ja, daar kan ik verder ook niks aan doen. Dat weet ik niet. Misschien wel. Zou je mee willen werken aan een artikeltje voor de krant? Alweer een stukje. Kunnen we er niet mee stoppen? Maar er zijn toch nieuwe ontwikkelingen? Zie het maar als een soort vervolgverhaal. Ja, misschien zie jij het wel zo, maar voor ons is het eerder een nachtmerrie geworden die maar niet ophoudt. Nou ja, zo bedoel ik het niet. Ik druk me misschien een beetje ongelukkig uit. En als je het straks ook nog eens een keertje in de krant doet, dan zitten wij daar weer mee. Sorry, zo bedoelde ik het niet. Ik dacht dat je die stukjes wel goed vond. Nuttig. Ja, dat is ook zo. Ik begrijp best dat je er een stukje over wilt schrijven, maar deze keer doe ik niet mee. En zeker niet voordat ik Arthur erover gesproken heb. Jij honger? Nee, niet echt. Ja, dat krijg je na zo'n overdadige lunch. Maar het was wel heerlijk, dat moet je toegeven. Ja. Maar op mijn werk waren ze er niet zo blij mee. Zo? Nou, heb je niet gemerkt hoeveel knoflook erin zat? Oh, vandaar dat die patiënten mij zo raar aankijken vanmiddag. Gelukkig hebben wij er geen last van. En laat ze op mijn werk maar zeuren. Oh, die krijgen straks nog veel meer te zeuren. Hè? Ja. Als je straks vrij moet vragen, ik wil minstens een maand op vakantie. Kijk nou. Dus dat meende je? Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan? Ik ben al een hele tijd niet meer in het buitenland geweest. Behalve die ene keer in Burma dan. Dat was niet echt een plezierreisje. Ja, weet je, ik kan op het moment gewoon moeilijk weg van mijn werk. Ik ben al zo lang weg geweest. Dan schrijf ik jou op vakantie voor. Ik ben nog steeds je huisarts. Ik meen het, hoor. Ik wil mijn werk nu niet in de steek laten. Het betekent veel voor me. Nou, niet zoveel als jij natuurlijk. Nou ja, dat klinkt al beter. Maar je wil echt een paar maanden wachten? Ja. Dan wonen we ook al lang genoeg samen om het een hele vakantie met elkaar uit te houden. Hallo. Zijn er al reserveringen? Niet één. Klanten steunen ons niet echt nu we geld nodig hebben. Al zouden we 2 keer zoveel klanten hebben, dan nog zouden we het niet redden. Als we 2 keer zoveel klanten zouden hebben, hebben we extra ruimte nodig en extra personeel. Ook dat? Nee. We moeten nieuwe geldschieters zien te vinden. Of de oude ompraten. Het zal moeilijk worden. Peter vertelde me dat jij dacht dat Martine er iets mee te maken had. Ja, ik weet het niet zeker. Maar ik kwam er tegen bij de bank. Dat zegt niks. Ja, maar die kerel van die bank had de papieren van de kelder voor zijn neus liggen toen ik ging zitten. Martine ging net weg. En je hebt hem niet gebeld van tevoren om te zeggen dat je erover kwam praten? Nee. Hij kon nooit weten dat ik voor de kelder kwam. Nou ja, het kan natuurlijk ook toeval zijn. Bij Martine geloof ik niet in toeval.
Nee, het zou mij niks verbazen als zij de kelder failliet wil hebben. Ja, maar waarom? Wat voor een belang zou zij erbij kunnen hebben? Nou, dat kan zoveel zijn. Het pand, de grond. Misschien moet ik het er maar eens gewoon gaan vragen. Ja, maar we weten niet eens zeker of zij er iets mee te maken heeft. Ik vind het typisch een streek voor haar. Je weet toch hoe Martine is? Ze zal alles glashard ontkennen. Maar je wilt er niet werkeloos toezien hoe ons restaurant gesloten wordt. Laten we nog even wachten met naar Martine gaan. We hebben één belangrijke voorsprong op haar. En dat is? Zij weet niet dat wij haar in de gaten hebben. Vind je het niet lekker? Ik heb geen honger. Hey, maar je moet toch wat eten? Ik neem wel wat yoghurt. Met Alberts? Ja. Ja, die woont hier. Nee, dat is geen familie. Ja, met die honkbalknuppel, inderdaad. Toch zelfverdediging, hè? Mm-hmm. Goed. Dank u wel voor het telefoontje, we komen eraan. Wie was dat? De politie. Of we Arthur komen halen. Is hij vrij? Hey, we moeten wel meteen weg, dat vind je niet erg, hè? Nee, natuurlijk niet. Dit gaat voor. Ja. Wil je soms mee? Gaan jullie maar samen. Dit is meer iets tussen vader en dochter. Hé, we zijn zo snel mogelijk terug. Schiet nou op. Ja. Nou, het is een rustige avond. Zeg dat wel? Zou Martine hier ook achter zitten, denk je? Het zou me niks verbazen. Nou, het is wel lekker een keer een rustig avondje. Dat we niet de hele tijd heen en weer hoeven te rennen. Ja, absoluut. En we eindelijk de mensen een keer rustig bedienen zonder ze het gevoel te geven dat we nog een trein moeten halen. Dat doen ze in Parijs, hè? De frisbee is de borden gewoon op tafel. Weet je, als ik zo de zaak in kijk, dan heb ik echt zoiets van, nou, kelder, dat heb je mooi voor elkaar. Behalve dat het zo rustig is vanavond, maar... Ja. Het zou jammer zijn als het dicht ging. Ja, maar niet alleen vanwege het geld dat ik erin heb gestoken. Vanwege wat dan? Ik kan niet uitstaan van Martine, dat zij het voor elkaar krijgt om mij hieruit te werken. Ik had toen meteen moeten controleren wie die anonieme investeerder was. Dus daar zat je de hele avond aan te denken? Onder andere. En aan Paula. Je hebt ze gebeld, hè? Ja. Ik zou eigenlijk kwaad op haar moeten zijn. Ze liet me niet uitpraten en ze blijft liegen. Over die zogenaamde dronkenschap. Ja. Maar ik kan niet kwaad op te worden. Het is zo gek, er is iets in haar wat me aantrekt. Ze intrigeert me. Ze heeft zoiets... geheimzinnigs. Ze liegt, bedoel je? En jij weet niet waarom? Nee, het is iets anders. Net of er iets gebeurd is die avond. Maar ja, dat kan ik me dus niet herinneren. Open. Twee wijn voor tafel vier. Paula heeft iets met die injectie te maken, ik weet het nou zeker. Zo, ging het er allemaal in? Oh, het is behelpen, maar het past wel. Ik heb nog wel een kast met allemaal spullen van Annette, die wil ik best voor je ontruimen. Oh nee, dat is niet nodig, het gaat zo wel. Wat is dat? Dit vond ik tussen de schoenen. Oh. Wat zit erin? Ach. Jeetje, dat zijn die foto's. Rare plaats om foto's te bewaren. Ach, die vonden we niet goed genoeg voor het fotoalbum. En net die bewaren ze hierin.
Vind je het vervelend om ze terug te zien? Nee, niet echt. Ik heb het wel afgesloten. Fotografeerde je veel vroeger? Ik heb honderden foto's van Annette gemaakt. Daarna heb ik niet meer gefotografeerd. Nee, je hebt je fototoestel ook aan mij uitgeleend. Ja, inderdaad. En jij moest zo nodig op boevenjacht. Exit fototoestel. Ja. Ja, misschien wordt het eens tijd dat ik je nieuwe geef. Voor de vakantie? Ja. Of voor huistuin- en keukenkiekjes, zoals deze. Ja, misschien is dat wel een goed idee. Dan wordt het tijd voor een nieuwe fotoalbum. Weet u zeker dat hij op nu weg is? Ja, of hij moet ontsnapt zijn, maar dat gebeurt hier niet zo vaak, hoor. Dank voor uw hulp. Zonder u was ik hier voorlopig nog niet uitgekomen. Dat valt wel mee, hoor. Er is tenslotte geen aanklacht ingediend. Maar ik moet toegeven dat het een stuk sneller is gegaan dan gebruikelijk is. Wil je dit even tekenen? Dan kan je je spulletjes weer meenemen. Ga je meteen naar huis of heb je zin om met ons mee te gaan? Als ik nu naar Harms toe ga, dan weet ik zeker dat ik de hele avond zijn gezeur kan aanhoren wat hem allemaal is overkomen. Dus als het niet ongelegen komt... Natuurlijk niet. Je bent altijd van harte welkom en zeker vanavond. Nou, laten we gaan. Nog even wachten. Dit is van jou, geloof ik. Oh ja. Als ik jou was, zou ik me bij een honkbalvereniging aanmelden. Je schijnt een prima slagkracht te hebben. Ik zal het doen. Goedenavond.